Als mensen helemaal over hun toeren zijn door luchthavens, vlieg naar Rapid City. Daar was de luchthaven stil, koel, verlaten. Er waren geen mensen. Er stond ook weliswaar iemand achter de balie die waarschijnlijk zelfs de lagere school niet had gehaald. Maar toch, het was een immense opluchting. Het verlossen, kunt u mij horen? Zo, weer een korte update vanaf, ik wil zeggen je vakantieadres, maar je bent gewoon aan het werk. In ieder geval een update, Maarten, vanuit Amerika. Draghi weg in Italië, de rente omhoog. Het zijn de belangrijkste zaken van vandaag in het nieuws. En Rutte, die blijft gewoon lekker zitten waar die zit. Denk je eigenlijk nog vaak aan Rutte tijdens je reis door Amerika? Rutte, ja, ik heb zeker af en toe aan Mark Rutte gedaan. Je weet dat ik eigenlijk voortdurend de hele dag aan Mark Rutte denk. Nee, omdat ik moet als ik thuis kom, moet ik voor het tijdschrift Maarten nog een artikel schrijven over Rutte. En toen las ik geloof op de teletext ook weer, mijn favoriete medium zoals je weet, las ik dat het kabinet 150 miljoen op incidentele, maar op structurele basis heeft uitgetrokken voor de gerechtelijke macht. Voor de rechterlijke macht. En daar dacht ik natuurlijk meteen, is het niet zo dat de VVD en andere conservatieven onder leiding van Mark Rutte in de afgelopen jaren de rechterlijke macht totaal kapot gereorganiseerd heeft? Is het niet zo dat er breed tegen geprotesteerd is, dat de brede stukken in de krant hebben gestaan, dat het helemaal de verkeerde kant op ging, dat het zo niet kon, dat er grote tekorten waren ontstaan, dat ze zaken moesten seponeren die ze liever niet wilden seponeren? Niets hebben ze zich er zoals gewoonlijk van aangetrokken. En wat blijkt, het is een totale chaos geworden en duizenden zaken moeten geseponeerd worden. Dank u wel, meneer Rutte, voor uw fantastische aanpak van de Nederlandse overheidsadministratie en alles wat daarbij hoort. Het is van een Nederland had, voor zover ik weet, een heel behoorlijk, ook helemaal niet extreem groot overheidsapparaat. En dat is op een reeks van punten door de volstrekte illusie dat het allemaal kleiner en sneller en goedkoper kon kapot gemaakt. En daar gaat dat stuk van mij over. Dus omdat ik dan in je hoofd schrijf je dan al stukjes van het stuk. Dus ik heb af en toe aan Mark Rutte gedacht. De Genghis Khan van de Nederlandse overheid. Ja, misschien leuk om eventjes een quote aan te halen uit Elsevier. Heet tegenwoordig EW. Die hebben namelijk zo'n zomerserie nu en hebben ze Rutte geïnterviewd. En daar zegt Rutte eigenlijk van, ik ga niet naar de NAVO, ik ga ook niet naar Europa. Ja. Ik blijf gewoon lekker zitten. Ja, en ja. Volgens mij afgelopen vrijdag was de persconferentie. Toen grapte die ook van, ik ben nu ongeveer op de helft. Hoe heet het? De Kamp had alles gezegd. Misschien gaat hij na dit kabinet nog wel weer door. Ja, je wordt ijskoud van binnen van. Hoe je eindeloos kunt blijven zitten en eindeloos kunt blijven falen. Dit is toch ook een kabinet wat tenslotte wat van tot op heden geen potten gebroken heeft. Trouwens, over die inflatie. Het begint nu toch wel echt. Niebuhr heeft het ook uitgerekend. Het begint nu echt. Ook voor huishoudens echt problemen te veroorzaken. Ja. 1 op de 3 heeft het zwaar door die hoge inflatie. Nou, 1 op de 3 lijkt mij vrij sterk. Maar goed. Het zijn de cijfers van het Niebuhr. Die hebben het uitgerekend. Dat zal goed zijn. Ja, nou dat zal het wel waar zijn. Ik zou zeggen, laat de overheid, ze hebben toch ook al aan gezinnen met geringe inkomsten aanzienlijke subsidies verstrekt. Dus de overheid zal hier passende tijdelijke maatregelen moeten nemen, lijkt mij. Dan krijg je natuurlijk alweer dat gezeik dat we dat niet moeten doen en dat we moeten zuinig zijn. Kijk, in Nederland moeten we altijd zuinig zijn als het gaat om sociale maatregelen en kunnen we altijd onzuinig zijn. Als het gaat om dingen die van wat minder allooi zijn. Dus ik zou zeggen, helemaal geen probleem. Laten we dan vooral die mensen helpen in hun nood. Ja. Volg je trouwens vanuit Amerika de slimste een beetje? Ik kijk braaf elke dag naar de kijkcijfers. En tot nu toe, wat ik ervan gezien heb, waren die kijkcijfers prima. Ja. Kijkcijfers inderdaad goed. En op de Twitter-account Maarten Podcast krijgen we ook elke dag wel reacties van uitspraken die je hebt gedaan in de slimste. Onder andere over de Partij voor de Dieren. Ja, daar heb je ook flinke kritiek op gehad. Ja, je begrijpt dat het voor mij niet nieuw is.
ik heb daarbij gezeten. Volgens sommige mensen voortdurend in slaap, maar goed. Ja, overigens ook leuke gasten in deze editie. Vriend van deze podcastshow, trouw luisteraar, Thomas van Groningen, de politiek verslaggever van Op1. Volgens mij deed hij het heel aardig, toch? Ja, als je me dan vraagt hoe vaak heeft hij gespeeld, dat weet ik niet meer. Maar het leek mij een prima kandidaat. Kijk, de leuke kandidaat, het gaat niet eens om zozeer dat de kandidaat per se 7 keer moet spelen. Maar de leuke kandidaten zijn natuurlijk ook lui die ook een leuke conversatie veroorzaken. Zelf ook eens iets leuks zeggen. Nou ja, die de sfeer er een beetje inhouden. Die de levendigheid, voor, die zorgen voor levendigheid. Ja, dan begreep ik ook nog van luisteraars dat je het over Marco Borsato hebt gehad. Marco Borsato, hebben we het daar ook over gehad? Ja. Van een flauwekul trouwens. Ja, volgens mij was dat ook in de aflevering met Thomas van Groningen en Rob Goossens, de tv-recensent. En die zei iets van, ik ga nooit meer naar Borsato toe, vanwege al het gedoe rondom The Voice. Ja, dat vind ik ook zo'n onzin. Hij kan toch zingen? Kijk, als je nou zou zeggen, hij kan niet zingen, dus ik ga nooit meer naar een concert, oké. Maar volgens mij heb ik dan niet ook bij die gelegenheid gezegd, dat als we natuurlijk iedereen die wel eens gezondigd heeft, of dingen heeft gedaan die niet zo mooi zijn, als we die dus ook een verbod van optreden, schrijven, zingen en de hele bliksemse boel zouden geven, nou, dan blijft er niet geloven. Wat hou je dan nog over? Het allerlulligste wat er is. Ik weet niet, die meisjes van K2 of hoe heet het ook alweer, K3. Gewoon helemaal op. Heb je ooit gehoord van popmuzikanten die een eenvoudig, sober burgermansleven hebben geleid? Nee, toch? Benny Nijman. Benny Nijman, dan moet je me even helpen. Ja, die leeft inmiddels niet meer, maar... Of Koos Alberts? Nou, Koos Alberts had natuurlijk het enorme voordeel dat hij een auto-ongeluk had gehad. Waardoor zijn onderlichaam niet meer functioneerde. Wat hem natuurlijk tot de favoriete kandidaat van de dames maakte. Want hij was dan een laten we zeggen, een sympathieke zanger die niet gevaarlijk kon worden. Ja, nog even kijken naar wat ingezonde reacties. Veel berichtjes komen binnen over je reis door Canada en Amerika. Onder andere van een meneer die het heeft over jouw uitspraak dat er in Amerika helemaal geen tram meer zou zijn. Maar hij heeft een heel overzicht meegestuurd waarin eigenlijk staat dat dat niet klopt. Ja, die meneer heeft een uitgebreide brief geschreven. En die corrigeerde mij natuurlijk, want ik zei er is alleen nog maar een tram in Boston. En dat is ook wel een tweedehands Canadese tram. Maar er blijken meer trams te zijn dan ik dacht. Niet veel, maar wel meer. Hij gaf ook als voorbeeld die tram in San Francisco, maar daar moet ik zeggen, dat is natuurlijk een fluttrammetje, dat is een toeristisch object, dat is niet een serieus transportmiddel. En het feit is dat ook Amerika op zijn schreden terugkeert en ik geloof diverse plannen heeft om weer trams aan te leggen. Wat bijvoorbeeld vooral in Los Angeles wel bijzonder ironisch zou zijn, dat je ze eerst allemaal afbreekt in de jaren 30, 40, 50. En dat je dan vervolgens een half eeuw later weer begint met ze aan te leggen. Hè. Mag ik ook daar eens wijzen op de onbeschrijfelijke stomzinnigheid van onze overheden. Je weet hoe het met hoogstamboomhaarden gegaan is. Hè. Je krijgt subsidie als je je hoogstamboomhaard omhakte. Want het was natuurlijk makkelijker plukken bij laagstamboomhaarden. En nu wordt weer uitgebreid, wordt gesubsidieerd dat je weer hoogstamboomgaarden plant. Je weet dat er ooit voor honderden miljoenen zijn beken in Nederland rechtgetrokken in betonnen grote gelijk, gaan ze maar door. Nu wordt voor honderden miljoenen worden die grote weer afgebroken en worden die beken weer met behulp van draglines tot fijne, meanderende beekjes gemaakt. Dus je ziet hier een soort van cyclus in het subsidiebeleid. Eerst subsidieer je iets om het te laten verdwijnen. En dan ben je heel succesvol, het is verdwenen. En dan na enige tijd krap je jezelf achter het op het hoofd. Denk God, ja, we hebben het helemaal verkeerd bij het verkeerde eind gehad. Het is veel leuker om beken niet in betonnen grootte te hebben, maar met anderen door het landschap. Met lollige boompjes erbij, kikkers en gaan ze maar door. Weet je wat, we doen nu een nieuwe subsidie. Honderden miljoenen besteden we aan het afbreken van de betonnen. Nou, enzovoort. Ik wil wedden, als je het hele subsidiebeleid door zou lichten, blijkt dat de helft van die dingen is eerst hebben ze gesubsidieerd om het af te breken. En dan na enige twijfels subsidiëren ze om het weer op te bouwen. Daar zouden we misschien ook eens wat beter over na moeten denken. Ja. Dan heb ik nog een andere vraag, ook wel interessant. Verschillende luisteraars hebben dat gevraagd, beste Maarten. Nu
Amerika de handen vol heeft aan Oekraïne en aan Poetin, is het misschien het ideale moment voor China om Taiwan aan te vallen? Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk al eerder een lelijke zeepert gehaald, omdat ik voorspelde dat Poetin dat niet zou doen. En wat hij in zijn onbeschrijfelijke stomzinnigheid tenslotte wel heeft gedaan. Maar ik moet je zeggen dat ik mij enorm zou verbazen als de Chinezen een omvangrijke amfibische operatie zouden opzetten om Taiwan te bezetten. Want het verschil natuurlijk tussen de Oekraïne en Taiwan is dat Taiwan een eiland is wat op tientallen kilometers van de Chinese kust ligt. En waarbij je dus een amfibische operatie moet uitvoeren. Het uitvoeren van een omvangrijke amfibische operatie is geen kattenpis, kan ik je verzekeren. Wie weet heb ik weer ongelijk, maar dat zal zijn als ik dood ben. Ja. Overigens ook nog een tip voor je. Je kunt in je telefoon je favorieten aangeven. Zodat alleen die mensen je kunnen bellen als je je telefoon bijvoorbeeld op stil of afwezig zet. En zo kun je niet meer lastiggevallen worden door shownieuws, wordt gezegd. Ja, shownieuws. Dat om 3 uur 's nachts belde. Dat was ook wat ze geef toe. Dan maak ik wel, ja, die paar uren, die moet je dan maar helemaal niet meer gestoord worden. Dus dan zet ik hem op de vliegtuigstand. Ik ben al heel trots dat ik dat kan. Ja. Overigens voor de mensen die zeggen, de afleveringen zijn wel erg kort. Ja, we hebben nu wat kortere afleveringen, want we nemen ook wat korter op. Want Maarten zit natuurlijk in Amerika. Dat maakt het praktisch wat lastiger om hele lange afleveringen op te nemen. En bovendien heb je ook nog genoeg te doen daar met opnames, Maarten. Maar dit weekend ben je terug en dan kunnen we weer langere opnames maken. Ja, ik stel voor zaterdag. Ik kom zaterdag heel vroeg aan, dan ga ik natuurlijk een dutje doen. En dan kunnen we eventueel, nou, 's middags of 's avonds, maar het kan ook zondagmiddag misschien. Wat jou uitkomt. Nou, ik kan beide dagen. Kijk even. Oh, jij kan beide dagen. Nou, oké. Dan laat ik nog wel even van me horen. Ja? Wat ga je vandaag doen? Vandaag is eigenlijk rustdag. En wat betekent dat? Hoe ziet zo'n rustdag eruit? Ga ik een detective lezen genaamd Metropolis. Van Philip Kerr. K-E-R-R. Fantastisch. Die heeft een hele reeks detectives geschreven. Die spelen in de jaren 30 in Duitsland. En deze speelt in 1928. Ik geloof dat het zijn laatste boek is. Want hij is een paar jaar geleden overleden. Het zijn geweldige detectives. Ik kan ze warm aanbevelen. Hmm. En zie je je collega's dan wel nog op zo'n dag? Of heb je helemaal geen contact? Nou, vaak zijn ze toch bezig met voorbereiding. En kijken ze op hun telefoon. En doen ze een dutje. En nou ja. De mop is van de rustdag dat je elkaar natuurlijk een dagje niet met... We gaan wel gezamenlijk eten. Je hoort ook nog wel eens dat het dan tijdens zo'n lange reis, je bent toch 3 weken weg, dat er dan allemaal relaties ontstaan tussen mensen van de crew. Nee, het kan zijn dat in het geheim zich afspeelt, maar dat ik het niet in de gaten heb. Want ik ben helemaal niet goed in die dingen. Zegt mijn vrouw tenminste altijd dat ik nooit zie hoe het zit. Maar bij mij weten is net er nog geen relaties ontstaan. Nee. Oké, tot zover. Dank weer, Maarten, voor je tijd. Ja, geen dank. Ik ga de machine weer aanzetten, want nu wordt het toch wel verdomd warm hier in de kamer. Ja, dan ja, nog één wonderlijk feitje. Omdat ik nu net uit het raam zit te kijken. Maar ik heb nog nooit een land gezien waar zoveel mensen in zogenaamde RV's ronddraaien, recreational vehicles, vaak hele grote apparaten. Je hebt wel eens de indruk dat gewoon een kwart van de Amerikaanse bevolking permanent op pad is met die dingen. En dan staan hier voor mijn neus, dat zijn dingen die zijn echt, die zijn, weet ik veel, 15 meter lang of zo. Het zijn reusachtige dingen, drieassig. Het is hier echt juf van het en die worden dan getrokken door van die pick-ups. Dan kun je zo'n soort systeem waarbij je zo'n draaias in die bak kan laten monteren. Ja, dat ik dat nou ook weer niet vermeld heb in mijn verhaal over Amerika, dan zie ik. Ik moet misschien toch notities maken. Hè? In plaats van uit de losse pols te beschouwen. Notities. Ik ga notities maken van alle gekkigheid. Vooral op luchthavens zijn die even erg als in Europa, had ik dat, althans de grote, had ik dan verteld dat we op een totaal verlaten luchthaven zijn aangekomen. Rapid City. Als mensen helemaal over hun toeren zijn door luchthavens, vlieg naar Rapid City. Daar was de luchthaven stil, koel, verlaten. Er waren geen mensen.
stond toch weliswaar iemand achter de balie die waarschijnlijk zelfs de lagere school niet had gehaald. Maar toch, het was een immense opluchting. Maar goed, ik kom nu op alle dingen die ik eigenlijk vergeten ben. Dus die gaan we dan volgende week. Is het daar warm trouwens? Heb je het warm? Nou, het was afgelopen week, was het, wanneer was het? Maandag en dinsdag. Dinsdag was heel warm, maar het is nu weer heerlijk afgekoeld. Maar het was, dinsdag was het bijna 40 graden. Jakkes. Nou ja, sterkte. Adieu. Je weet dat ik eigenlijk voortdurend de hele dag aan Mark Rutte denk. En als u dan naar het electoraal college kijkt, ziet u dat die overwinning nog veel spectaculairder is. Geniet op vakantie van een nieuw luisterboek. En dat hangt weer samen met het feit dat in het electoraal college elke staat een aantal stemmen heeft. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het aantal stemmen is gelijk aan 2 senatoren en de hoeveelheid leden in het Huis van Afgevaardigden wat de betrokken staat heeft. Het linkje naar het luisterboek staat in de beschrijving van deze podcast. Dus de grootste is Californië. Die heeft 55 stemmen in het electoraal college.